ja, het klimaat, we hebben het er al heel vaak over gehad, want het is en blijft booming. En bij de vorming van het nieuwe kabinet is het ook een speerpunt. En de EU heeft woensdag al klimaatafspraken gemaakt. En de meeste wetenschappers vinden dat wij, de mensen, de schuldigen zijn van de klimaatverandering. Maar een enkeling is het daar absoluut niet mee eens. En zo iemand is Hans Laboom, klimaatdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben de afgelopen tijden Al Gore gehad, Clinton, de meest verschrikkelijke verhalen over ons heen gekregen. Allemaal kommer en kwel. Allemaal kommer en kwel. En u vindt dat zwaar overdreven? Ja, zwaar overdreven. U zei zo even, de meeste wetenschappers zijn van mening dat ons allerlei nare dingen te wachten staan. Maar ja, het is nooit aan de meeste wetenschappers gevraagd. Het is nooit aan alle wetenschappers gevraagd. Er is wel een onderzoek gehouden onder klimatologen. Meer dan 500 klimatologen door een Duitse professor. En die heeft dus gevraagd wat ze ervan dachten. Nou, zo'n 36% was het eens met de menselijke broeikashypothese. Dat wil dus zeggen dat de mensen een substantiële invloed hebben op het klimaat. En dat dat leidt tot een opwarming van de aarde. Zelfs een opwarming met katastrofale gevolgen. Maar 20% van de klimatologen was het daar niet mee eens. Mm-hmm. En de rest was onbeslist. Nou, dat is geen consensus. Dat is geen overeenstemming. Maar daar horen we nauwelijks wat van. Daar hoor je nooit wat van. Dat wordt dus altijd stilgehouden. Als je dus bij de... Waarom is dat? Ja, het is zo'n beetje mode geworden. Het heeft hysterische trekjes gekregen. Het is een hype geworden. Politiek heeft zich ermee bemoeid. En iedereen die dus een ander geluid laat horen dan wat je van de politiek hoort. En dat wat je van een klein groepje klimatologen hoort. Die georganiseerd zijn binnen het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is een VN-orgaan waar zo'n paar duizend klimatologen en ook vertegenwoordigers van andere wetenschappelijke disciplines is lid van zijn. Als je die mensen hoort, ja, die zeggen allemaal, ja, dit wordt vervelend, dat wordt naar. Maar ja, die anderen, die hoor je niet. De astrofysici, dus de mensen die zich met de sterren en zo, met de zon bezighouden, die zijn in meerderheid van mening dat we dus een nieuwe kleine ijstijd tegemoet gaan. Althans, in meerderheid, misschien zeg ik dat een beetje. Dus terwijl wij allemaal verhalen krijgen van opwarming van de aarde, hè, want dat zijn toch de beelden en de verhalen die wij naar ons toe krijgen. Ja. De ijskappen smelten, het wordt warmer. Ja. Nou, dit jaar is een extreme warm jaar. Dat is hier, bij ons. Wat is het vandaag? 13 graden ongeveer? Ja, dat is hier in Europa, maar in Nieuw-Zeeland is het extreem koud. En in Noord-Amerika is het ook extreem koud. Het meest nauwkeurig zijn de metingen die dus met satellieten worden gemaakt. Temperatuurmetingen. Maar terwijl de meeste mensen dus tegen ons zeggen, nou, we krijgen hier een Riviera, zegt u, er komt weer een nieuwe kleine ijstijd aan. Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dus alleen maar dat er een aantal wetenschappers zijn, astrofysici, in verschillende landen, in Rusland, in België en in Amerika. In Amerika is het iemand van de NASA, dus dat is beslist een serieuze organisatie. Mm-hmm. En de Rus, dat is dus iemand van een astrofysisch laboratorium in Sint-Petersburg. En die zijn waarschijnlijk op basis van verschillende methoden tot de conclusie gekomen dat wij wel eens een kleine ijstijd kunnen verwachten. En die zou dan zo in 2012 inzetten en in 2020 zou hij dus behoorlijk kunnen zijn. Maar dat zijn dus signalen uit andere wetenschappen dan de klimatologie, die men niet oppikt. En waarom wordt zo'n ijstijd dan veroorzaakt? Nou, zij schrijven het toe dus aan de activiteiten in de zon. Plasmaverplaatsingen in de zon. En, dat klinkt allemaal vrij abstract. Ja, dat klinkt ook vrij abstract. Het is ook vrij moeilijk. Doordat de zonneactiviteit verandert, minder wordt, zou daardoor ook er dus een koudere periode op aarde optreden. Ondertussen zien wij hier allemaal beelden van smeltende ijskappen. Het is natuurlijk wel heel verwarrend, hè, dat we aan de enerzijds krijgen we allemaal geluiden van de opwarming. U weet als televisiemaker dat je dus beelden kunt maken van wat je wilt. Dus er wordt een hele hoop fictie op de televisie wordt vertoond. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld met zo'n film van Al Gore. Dat is geen wetenschap, dat is fictie gewoon. Net zoals Jurassic Park. Dat is heel mooi en heel leuk om te zien. Maar het heeft niks met de totale werkelijkheid te maken. En veel wordt toegeschreven, daar begonnen we al mee, aan de mens. Hè, de uitstoot van CO2. Dat is volgens u verwaarloosbaar? Nou, hebben wij echt zo'n kleine rol daarin? Ja, de menselijke uitstoot van CO2 is ongeveer 4% van de totale uitstoot CO2. De rest wordt door de natuur uitgestoten. Nou ja, het zou wel heel toevallig zijn dat die 4% dus zo'n enorme invloed heeft op het klimaat. Waardoor wordt dan die klimaatverandering veroorzaakt? Klimaatverandering is er altijd geweest.
En zal er waarschijnlijk ook altijd blijven. Dus zolang de ijstijden die zijn geweest, precies, in de middeleeuwen, ja, was weer warmer. Dan hebben we een kleine ijstijd gehad. Ja, precies, ja. Dat is een normale ontwikkeling. Een normale, een natuurlijke variabiliteit. En wellicht dat de mens dus daar enige invloed op heeft. Maar door de zogenoemde klimaatskeptici wordt die invloed dus heel gering geacht. Maar wat we dus moeten doen is dus kijken naar de metingen, naar de observaties. Wat je dan altijd hoort is dat dus de temperatuur, de gemiddelde temperatuur op aarde, de afgelopen eeuw met zo'n 0,6 graden Celsius is gestegen. Nou ja, 0,6 graden Celsius. Op het moment dat ik hier onder die lampen vandaan kom, wordt het ook al een stuk kouder voor mij. Maar... en dus veel meer dan 0,6 graden. Maar goed, 0,6 graden Celsius zou het gestegen zijn gedurende een eeuw. Maar wat je nooit hoort vertellen is dat inmiddels de temperaturen sinds het hoogtepunt in 1998 met 0,4 graden Celsius zijn gedaald. Sinds 1998 is er dus geen sprake meer van opwarming van de aarde. En zo'n warm jaar als 2006 is eigenlijk dan incidenteel? Nou, dat weet ik niet. Maar het is dus zo dat volgens de modellen er een, ja, toch wel een alarmerende opwarming zal plaatsvinden van de aarde in de komende tijd. Alleen moeder natuur wil helemaal niet mee met die modellen. En moeder natuur weigert zich te conformeren aan de uitkomsten van die modellen. Dus die opwarming van de aarde bestaat alleen maar in de virtuele werkelijkheid van de modellen.